In november is de Amerikaanse hoogleraar filosofie en zenleraar David Lloyd te gast aan de Radboud Universiteit. Hij is hier op uitnodiging van de decaan van de faculteit Filosofie, Theologie en Religiestudies, Hans Thijssen. Dus er is eigenlijk geen beter persoon om te vragen, wie is nou eigenlijk David Lloyd en waarom is het zo bijzonder dat hij in november hier is? Ja. Nou, David Lloyd is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de westerse traditie in Zen-boeddhisme. Want onder andere is er ook al bijna een westerse traditie, hè, sinds de eerste Japanse monniken ongeveer 50 jaar geleden, 60 jaar geleden naar de Verenigde Staten zijn getrokken. En hij combineert eigenlijk twee elementen. Hij is een vooraanstaand academicus die jarenlang gedoceerd heeft aan allerhande universiteiten. En die ook een groot lijst van publicaties heeft, ook op technisch gebied. Waarin hij een vergelijking trekt tussen Oosters en Westers denken. Filosofie, spiritualiteit, religie, psychoanalyse, philosophy of mind. Maar tegelijkertijd is hij een erkend zenmeester. Dus ook vanuit eigen ervaring en vanuit eigen zenpraktijk heeft hij een grote autoriteit van spreken. En hij heeft ook heel veel publieksboeken geschreven, van eentje in het Nederlands in ieder geval vertaald is. Die heet in het Nederlands Geld, Seks, Oorlog en Karma en heeft als ondertitel Notities voor een boeddhistische revolutie. Wat verstaat hij daaronder, onder die boeddhistische revolutie? Ja, dat idee van boeddhistische revolutie, dat is een perspectief dat Lloyd zelf ontwikkeld heeft. Mm-hmm. Hij neemt als uitgangspunt de boeddhistische analyse van de menselijke conditie. En zoals je weet, boeddhisme wil een antwoord zijn op het menselijk lijden, op dukkha, dat is het begrip, dus gevoelens van onbehagen, van frustratie, van het zit ook niet allemaal mee. Het kan van heel groot tot heel klein, maar in ieder geval dat idee dat er iets schuurt in het leven. En het boeddhisme denkt dat ze daar een antwoord kunnen geven, omdat ze weten waar dat onbehagen vandaan komt. En dat is? Nou, een van de grootste oorzaken volgens het boeddhisme van dat onbehagen is dat wij de waanidee hebben van een zelfgevoel. Dat wij denken dat het zelf bestaat. Dat wij niet in de gaten hebben dat het zelfgevoel een constructie is. Die is ontstaan door psychologische en sociale en taalkundige gewoontevorming. Dus bijvoorbeeld als ik zeg of mijn of zo, dan denk ik dat dat woordje terugslaat op iets. Net zo wanneer ik het woordje pen gebruik, dan denk ik oké, dat slaat terug op een pen. Ja. En ik zou dan terugslaan op een zelf. En het boeddhisme zegt dan, het zelf is niets. Daarmee bedoelen ze, het is niet iets. Mm-hmm. Het is leeg. Mm-hmm. Nou, dat idee dat het zelfgevoel, dat het geen vaste bodem heeft, dat het leeg is, dat schept een bepaald onbehagen. Dat Lloyd spreekt daarvan van lek, van gemis. Wij voelen een bepaald gemis. En vaak zijn we ons niet bewust van dat gemis en proberen we op allerhande symbolische manieren dat gemis te compenseren. Bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar rijkdom, naar roem, naar macht. Maar het gemis wordt nooit opgelost. Het zijn bodemloze putten. En doordat je daar onvoldoende inzicht in hebt, heb je dus in feite een verknoeid leven als het ware. Je bent de verkeerde dingen in de hand jagen. Het interessante aan Lloyd is nou dat hij deze analyse op het persoonlijke vlak, dus waar Zen een persoonlijke weg is tot ontwaken, dat hij dat ook toepast in de analyse van sociale problemen. Mm-hmm. Hij zegt, ook bij grotere groepen zou je kunnen denken dat die een zelfgevoel hebben en dat ze een onbegrepen gemis hebben, mm-hmm, van waaruit ze allerhande, collectief allerhande handelingen verrichten, die tot heel veel gedoe leiden, tot heel veel sociale problemen leiden in de samenleving. En dat zou veranderen als we niet meer vanuit een westerse, psychologische blik, maar met een boeddhistische visie naar die problemen kijken of naar de maatschappij kijken? Nou, hij denkt dat we daarmee, door het een beter zelfinzicht krijgen in bijvoorbeeld het ontstaan van oorlogen of terrorisme of milieuproblemen, en uiteindelijk vanuit het zelfinzicht ook adequater kunnen reageren op de situatie. Mm-hmm. Maar de grote vraag is natuurlijk, waar richt je je aandacht op en
waar zet je je energie in? En ik hoop dat Loy met zijn komst daar voor ons een nieuw perspectief op kan bieden. Ja. Oké, dankjewel Hans Thijssen. Ja, dank.